Lieve mensen, mag ik nog heel even jullie aandacht, en dit is volgens mij ook nog wel het moment waarvoor jullie eigenlijk allemaal hier gekomen zijn. Want... Het lijkt wel een Indische verjaardag. Ik ga ze even vragen. Hallo, hoe valt het hier? Nee. Ja, het duurt een beetje lang, maar het is nog niet afgelopen. Ja, die gaan we nu. We gaan nu met de tentoonstelling. Maar de tentoonstelling moet natuurlijk wel geopend worden. Ik ga toch even de zaal in. Nu kan ik het niet aan. Hoe vind jij het, Peter? Ja, ik heb platvoeten, maar ik ben heel erg benieuwd. Ik wil snel wel op die tentoonstelling zien. Maar ik vind het heel gezellig en heel blij dat er zoveel indrukken zijn. Klinkt te komen. Nou, oké. Dan zou ik graag dan op voor het podium. We hebben geen podium, maar voor in de zaal. Vaya staat er al. Iris en mevrouw Zorgdrager. Ik geef de microfoon aan Vaya of aan Iris. Dan geef ik de microfoon aan Iris. Voor de overhandiging van het eerste exemplaar van het boek. Aisha. Dankjewel, Rietje. Ja, dat moeten we natuurlijk even officieel doen. En hoewel het uitloopt, het is gewoon een gezellige koempoelang, dus we gaan het straks in één keer door. En dat zal Richie nog eventjes zeggen. Hij zal ook een aantal huishoudelijke mededelingen doen. Maar dat is allemaal niet zo interessant. Wij willen namens Stichting Nasi Ijo het eerste exemplaar van aanpassen overhandigen aan mevrouw Zorgdrager. Eigenlijk als respondent, maar ook als lid van Raad van State. Bij deze. Wat u ervan vindt. En het boek is hier ook te koop? Het boek is hier inderdaad ook te koop. Ik zal even heel kort... Richie krijgt er niet allemaal mee, de huishoudelijke mededelingen. De respondenten die krijgen het boek van ons. Maar de rest moet het helaas gewoon kopen. Onze uitgever Ron Smit, Kid Publishers, die is ook hartelijk welkom. Maar ja, het is een beetje uitgelopen allemaal. We wilden het allemaal heel kort houden. En mensen die zo meteen gaan eten in de boerderij het vrijdag. Moet ik even het doorgeven. Het is contant, moet je daar betalen. Dus geen pin. En maar ik wil toch nog voordat het museum met Windsurfdagen en met nog enkele respondenten gaan openen. Te bedanken. Er zijn een heleboel mensen, ik ga echt geen namen noemen, want iedereen wil nu de tentoonstelling al zien. Iedereen, hartelijk bedankt. Namens Iris, ook namens Dick de Katen, namens het bestuur van de CEO wil ik iedereen echt hartelijk bedanken. Iedereen voor hun eigen verhaal. Dank u wel. Dankjewel, Vaya, Iris. Want de tentoonstelling is daar, dus als Vaya en Iris. En jullie hebben nog iemand van de derde generatie? Ik weet niet wie er. Ik zie Robbie daar al staan. Als jullie alvast daar naartoe lopen, dan ga ik nog proberen iedereen even de aandacht hier te houden. Want dit gaat is een belangrijke mededeling.